Zo, goeiemorgen. Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe Safari Report. Hier achter mij staan alle bussen van het Safari Park die iedere dag weer hier dwars door de Afrikaanse savannes gaan. Maar die gaan niet vanzelf rijden. Die worden iedere dag zeer hoe zeg je dat? Zij worden iedere dag heel erg goed nagekeken om te kijken of ze getankt worden, of er genoeg olie in zit, of ze wel schoon zijn. En wij gaan vandaag kijken hoe dat allemaal gebeurt hier iedere dag. Ik zou zeggen, oké, let's go! Nou, ik vond het best wel goed. Oké. We gaan het doen! Oké, let's go! Kijk, het geheime luik in de bus met alle kleren die wij vinden van alle kindjes die hier worden opgegeten. Nee, dat is niet waar. Nou, dat maakt het duidelijk, hè? Perfect. Perfect. Nou mogen we hem aan zwengelen. Jazeker. Kijk, hier staat de bus aan, maar nou moeten we nog op een heel erg belangrijk ding wachten. En dat is deze twee meters, want dit zijn namelijk de drukmeters. En die druk die moet worden opgebouwd, want zonder druk kunnen de deuren niet dicht en kun je niet remmen. En dat zijn toch wel twee hele belangrijke dingen hier in het Safari Park. Dichte deuren en de capaciteit tot remmen. Dus wij wachten nog even. En tijdens dat wachten kunnen we zo eens even hier even de hele bus inspecteren om te kijken of het wel allemaal mooi is. Moet je kijken. Giraffenkwel op het raam. Als die bussen helemaal ondergekweld worden door de giraffen, dan kan niemand zien wat er allemaal nog meer hier in het Safari Park zit. Dus iedere ochtend wassen we de ramen van onze bussen. Giraffenkwel is ontzettend hardnekkig. Kijk hem shinen. Deze is helemaal klaar voor deze goede vrijdag. Zo, de bus is er klaar voor. Maar we hebben natuurlijk, moeten ook dingen hebben om mee te nemen in de bus. Dus daarvoor hebben we hier een hele mooie walk-in closet. En in deze kast, hier hebben we alle spullen liggen die wij wel eens meenemen in de bus. En wat ligt hier dan al zoal? Een stukje zebra, struisvogeleieren, hele plukken kameel, giraffentenen, de hoorn van een gnoe. Tanden van een leeuw. Brokjes. Educatieve blaadjes. Poep. Mooie billenbladen. Een heleboel geweien. Wacht. Kijk, deze hebben we ook nog hier op de grond. Hier liggen de allergrootste. Dit is de hoorn van een Watusi-rund. Nou, die kunnen we natuurlijk helemaal niet laten liggen. Nu komt officieel het allerspannendste moment van deze safari. Halverwege het park zit namelijk een brug over het water heen. En het is altijd maar de vraag of deze oude busjes er nog wel bovenop gaan komen. Wish me luck. Kom op! Over de wildroosters! De berg op! Kom op! Duwen! Yeah! Woo! Made it! Weer kijken! Wacht. Ons pater David zegt is in december nog zijn gewei verloren. En toen zag je er ongeveer zo uit. We zijn 4 maanden verder en hij is van niks. En je moet kijken wat hij nu al op zijn hoofd heeft staan. Moet je kijken. Kijk, 4 maanden. Nou, alweer helemaal diep. Kijk. Kijk, hier achter mij, daar ligt een jong van het Vietnamese Sika-hert. En heel veel mensen rijden die gewoon voorbij, want het is een heel klein pasgeboren hertje. En wat mama doet, mama verstopt die kleine dan. En mama gaat zelf helemaal daarachter staan, op een hele andere plek. Want als jij je kleintje verstopt, maar je gaat er zelf naast staan, ja, dan zien ze gewoon die hele grote dikke mama gewoon staan. In de komende 2 gebieden wordt hard gewerkt aan een nieuw Afrikaans bosgebied en een Afrikaanse woestijn. Nou.
even kijken wat hier nou gebeurt, man. Rentje gek! Stijn! We zijn hier een woestijn aan het maken. Volgende week vrijdag wordt hier alles losgelaten in deze prachtig nieuwe... Woestijn. Woestijn. Met rotsen. Met rotsen. Kijk ze eens even liggen. Wil jij nou zien hoe het er volgende week allemaal uit gaat komen te zien? Ja, nou dan heb ik echt bizar goed nieuws. Bizar goed nieuws. Rick laat jou volgende week zien wat er hier in deze woestijn allemaal gaat gebeuren. Precies. Ik ga laten zien hoe de dromedarissen losgaan en hoe de adaksen losgaan en de zeemoesten losgaan. Alles gaat hier los. Alles gaat hier los. Wil jij daarbij zijn? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van het Safari Park. As we speak, nu op deze knop hier. Rom. Hop, vol erop. Er zit ergens een knop of like Beeksebergen op Facebook. Rick moet plassen. Ja, ik moet heel nodig plassen. Nou, dan gaan. Oké, let's go!